Als er echt heel wat benijd is, dan ben je er best wel eens even erin bij de wagen. Ja, want dan wist ik gewoon alles kwijt. Nee, vooral privé, dat is toch een heel grote ding, dat kreeg je net weg. Van Liewe en Akkelien van der Wal wie 2021 een heftig jaar. In mei zagen ze haar bedrijf en wenhuis in vlammen opgaan. Alles wat ze hadden, wien ze kwijt. Het had wel een heel impact had het gehad. En het had het nog steeds. Ja, het is in oorlogen, ons leven is werk voort. Dus, maar ja, dus wat we hebben ook altijd zei, we hadden hem ander al hier nog. En daar is verder geen menselijk letsel bij geweest. Dus dan is het nog materiaal. Ja. Dus ja, alles wie voort. En een week later ging mijn tent erop te staan en dan weer een riep. Ja. Nou ja, en... We moesten toch wat? Ja, we kunnen echt achterhoor hingen hier, maar nee, zo ben we net en dat woon ik net en de jongens zijn er al hier en... Nou ja, we zijn verantwoordelijk mijn, want we hebben 15 man haast aan het werken en met de BM-rooier bij en ik bedoel maar en dan best hoe, dat moet er wat gebeuren. Ja. En dan kan je zeggen van, we laten me hingen, maar we hebben mijn, want er zijn de scouters eronder. En dat winnen we ook al in mijn ervoor, dus dan komen we vooruit. Is dat ook voor jou een soort verwerkingsproces geweest? Want je bent eigenlijk gelijk weer terug hier en je bent wel bezinken laten en verwerken. Geen flauw idee. Dat is een projectbos. Het klinkt best, dat is maar hier nog een klaap kriest. Ik weet het niet. Dus mijn zat dan ook wel eens, er nog wel eens hoor ik zeg. Ik heb er nog nooit over droomd. Nee. Natuurlijk wel, als er echt heel wat benijd is, dan biggelen je er best nog wel eens even erin bij de wagen. Ja, want dan wist ik gewoon alles kwijt. Nee, vooral privé, dat is toch een heel grote ding, dat kriest net weg. Nee. Maar voor de rest, de zaak, wij zijn zich in elkaar een bier benaaien mogelijkheden. En, je moet positief zien. Ja. En dan kijk ik vooruit. Ja. En wie gaan de wandelen. En dat is het belangrijkste. Ja. En wie hadden de heren. Dat wil ik toch ook een keer zeggen. Ja, dat maak ik zeggen. Ja, wie ben gezegende mensen. Ja. En tel uw zegeningen één voor één. En ik bedoel, maar daar gaat het om. En hopen, en dan moet moed houden. Dat heb ik steeds meer. Wie moet moed houden. En wie wil beet houden en moed houden en troggen. En dan komt het wel goed. En dan zitten we er net doorheen. Houd vol, hij laat niet los. Nou, zo. Yes. Zo is het. En zo zie je wat. En daar hebben we een prachtig traject uit. Ek de mensen om ons heen, maar ek ons geloof. Hoe wij je hem nou? Een chalet houden. We hadden een mooi chalet. Chalet. Ja. Dus we waren je voorbeelden dik bij. Ja. We hadden mooi. We hadden mooi plaatje. We hebben met de germ mee. Joh. De bam en de ruit. En we gaan nog wel een extra slipje. Maar het is net grub. Dus een paar en bedden kunnen altijd in deel komen. Dus dat is. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat die wel koersen kennen bij ons. En voor de rest gaan we alles wat we gaan willen. Ja. Ja, misschien ga je oorzaak altijd wel eens wat te vol. Dat denk ik ook wel. Ja. Dat denken we nog wel eens vaker. Ja. Oh, we zijn wel een heel brood. Ja. Ja. Nou, ja. Ik ken dan het altijd eigenlijk broeken. En het stookt ook nog goed keep, hè? Nou, maar die gasprijzen en de energie. Het voelde u mij. Hé? Dan we het wel stoken. Dus voor dat een god. Ja. Nee, is dat best wel. Nee. Maar we moeten positief blijven en ik denk dat dat voor iedereen geldt. Nou, momenteel. Ja. Voor heel de wereld. En de nieuwe los, daar komen gewoon weer zonnepanelen op? Nee, die komen er net weer op. Nee. Nee, daar hebben we een beetje afkeer van kregen? Ja, zeker. Ja. En dan bel ik een heel grote meeste ondernemers, maar ik gewoon, meestal al hier ondernemers. Er is een keer die hier 3000 zonnepanelen, die heeft wakker zijn volle zus. Maar hij zei, hoe hij hem dat al hier ervaren, hoe dat al hier ging. Nou ja, hij zei, mij dan nog wel weer eens een keer bellen? Ik zei, tuurlijk. Maar ja, dat juist onder verzekering, hè? Er komen steeds hogere eisen door. Het wordt steeds moeilijker om uiteindelijk de panelen op het dak te krijgen. En dat zullen we al in wel kennen. Maar ja, dat is buiten nog zo'n impact. En dan zei ze van, zet ze mooi op een steekje lang. En we houden een hoekje groen oor. En dan zet ze daar mooi deel. En daar had ik niet in last van. En zal daar eens een keer bij aankomen, nou ja, dan is een zonnepaneel die doorbaant op de groen. 2022 wordt een batterie voor je. Dat hoop ik ook. Ik hoop dat we wel iets bij mij. Wie kent het? Ik weet het. Wie weet net wat me brengt? Nee. Dat weet net hier. Dus ja, wat daar dan gaat, dan weten we het net. Nee. Maar wie gaan er wel voor? Gelukkig weten we het net. Gelukkig weten we het net. Nee. Maar wie gaan voor en dat we zeggen, nou, dat ik hoop al dat het hier beter wordt. Beginnen we plat voor. Ja, of dat hebben we niet.
Ja. Dat doen we nog steeds. Daarop. Ja. Maar wie de, via deze wij nog iedereen gezegend en gezond nieuwjaar. Wees ik namens Team van der Waal. Ja. Hout en boomrooierij. Zij het, ja. En dat we hopen dat voor iedereen een hele een beetje beter hier wordt als, ja. Als wat we nu al hebben. Ja. Ja. Ook alle ondernemers die het nu ook al even rijken worden.